Het is NN en, -en, en dat zei okay. de minister vandaag ook. Hè. Het is N. Dit, dit komt niet uit de cultuurbegroting. Dit is vanuit de staatskast een eenmalig geld. En je kan het ook niet zeggen: zet het in voor de zorg, want daar heb je structureel geld nodig. Of voor leraren-salarissen of kunstenaars heb je structureel geld. Maar ik verwacht, waar het kabinet in wording dit ook nu durft, want het is toch dezelfde samenstelling, dat ze ook dadelijk, we horen volgende week negen maanden. Eh, dat er als er een nieuw coalitieakkoord is, dat ook de rest van de cultuursector aandacht krijgt. En hoe mooi is dat in een tijd dat we veel thuis zitten, dat we veel op onszelf zijn aangewezen, dat je ook kan genieten, dadelijk weer als we allemaal het museum ingaan, van dit ja, jaar. Ik... Even die kritiek van Klaver. Ja, ik begrijp, ik, ik begrijp dat, het, dat hij dit zegt, dat het heel veel geld is. Ik maak wel heel graag het. Nou, hij zegt, denk toch ook aan de mensen. Ja, uh, ik denk dat het uh, belangrijk is dat je ook denkt aan de mensen door zo'n boek te kopen. want... Nu moet je een rockshield kennen om het te kunnen zien. En uh, straks kan iedereen gewoon het museum in en het zien. En dat is niet voor nu, maar dat is voor generaties uh, die gaan komen. Dus, Emiel Roemer zei bij uh, de aankoop van Martin een Oopje... Hij zei, het zijn rijke stinkers. en die hangen nou lekker aan de muur in een openbaar museum. <laughs> kunnen we hem allemaal zien? Kijk.